Heyo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Mountain Blade Bannerlord, waar we dus weer verder gaan, of tenminste verder gaan. Ja, we gaan wel natuurlijk weer verder met het veroveren van de gehele wereld, wat we tot nu toe echt totaal nog niks mee bezig geweest zijn. Maar dat komt vooral omdat we net begonnen zijn, hè? Want het is aflevering 2 nog maar. Oké, ja, we hebben wel een keer eerder geprobeerd, maar toen ging het kaart fout, dus nu moeten we het opnieuw nog een keer proberen. Wat gaan we doen deze aflevering? Nou, we moeten proberen in ieder geval iets meer inkomen te krijgen. Nou, en hoe gaan we dat doen? Ik denk dat we dat doen door heel simpel een leger op te bouwen. Maar we kunnen niet te snel een leger bouwen, omdat als wij nu als een idioot allemaal mensen gaan recruteren en zo, dan gaan we sowieso weer veel te veel geld uitgeven. En dat is niet heel erg handig. Dus wat ik eigenlijk wil gaan doen, dat is eerst proberen om met deze 25 lui nog even door te bonjouren. Dan moeten we proberen om iemand te vinden die we kunnen aanvallen. Zo iemand kunnen we bijvoorbeeld aanvallen. Alleen deze persoon bijvoorbeeld bij de Southern Empire. En dan wordt het meteen heel erg moeilijk. Ja, dan wordt het meteen weer super lastig. En wat we dan gaan doen, dat is gewoon een paar van die minor factions aanvallen. Eentje die niet in een andere faction zit. Deze bijvoorbeeld, die kunnen we wel aanvallen. Brotherhood of the Woods. I don't know of dat een probleem is. Ik denk het niet. Ik denk sowieso niet dat deze persoon echt nog een probleem moet zijn. May I ask your name? Ja. I'm here to deliver my demands. Nou, waarom gaan we dit doen? De Brotherhood of the Woods kunnen we makkelijk van winnen, omdat ze niet zo heel veel voorstellen. En ze kunnen waardevolle spullen bij hebben. En wij hebben gewoon waardevolle spullen nodig, omdat wij best wel armoedig zijn. En dan zou het best wel heel erg makkelijk zijn als je een paar dingetjes hebt wat gewoon geld oplevert. We moeten wel weer eens onze Flandian crossbowmen in het leger zetten, want blijkbaar werkt dat niet meer. Of ze tenminste, ze hebben niet meer hun troepen daarin staan. Of wij hebben onze troepen daar niet meer in staan. Ik ga mijn sharpshooters nu eventjes een bevel geven om te chargen, want ik denk dat dat wel kan. Aangezien ik toch ook deze units nodig heb om te chargen en aan te vallen. Tenminste, ik denk dat we dat wel moeten gaan doen, omdat ze anders toch nooit zo ver komen. Nee, tenminste, niet zo ver komen, dan wordt het gewoon heel erg lastig. Lijkt me. Samen zeggen, dit is wel lastig. We hebben er tenminste eentje daarvan geheeld. En zo te zien gaan die andere twee ook sowieso dood. Tenminste, die laatste één. Oh, hij blijkt me een flank in de buurt voor mij geheeld. En het land die recruit heeft een van ons geheeld. Ja, dat is nice. Ik bedoel, ja, het is altijd nice als je een beetje weet te winnen. En nu hebben we gewonnen, dus dat is leuk. Deze meneer laten we natuurlijk gewoon gaan, want anders gaan we er echt totaal helemaal niks hiermee opschieten. Deze drie kunnen we wel weer lekker gevangen nemen, want dat levert weer wat op. Deze zijn trouwens ook best cool, hè? Maar niet echt heel erg nodig, want er zijn er wel betere units. Veel betere units zelfs. Oh ja, we kunnen deze nu wel weer eventjes in de ranged formation zetten, want dat is gewoon wel super makkelijk. Hopelijk heeft hij iets wat goede spullen bij die we kunnen verkopen. I don't know. Het zou heel erg leuk zijn. En dit kunnen we wel weghalen, omdat we dat nu even niet meer nodig hebben als informatie. En 3 is net wat te weinig. Ik wil misschien oorlog met 2 factions of zo, maar tegen 3 lui vechten, dat heeft echt totaal geen zin. Dat gaat gewoon niet werken. En wat we nu moeten gaan doen, dat is denk, wat is wijsheid? Wijsheid is dat we eerst eventjes iets meer paarden kopen. Waarom gaan we paarden nodig hebben? Dan lopen we wat sneller. Als je wat sneller loopt, dan kun je ook wat makkelijker mensen pakken. Dat is gewoon een feit. Want ja, als je heel erg langzaam loopt, dan kun je wel achter die lawaai rennen. Maar dan gaat het gewoon niet, dan kun je dat niet sjouw houden. Laat ik het zo stellen. Dus we moeten eventjes hier naar een dorp toe waar we paarden kunnen kopen. Hawk, grapes. Ik weet al waar we paarden kunnen kopen, of tenminste, ja. Het is bij de Britannians, kopen we een paar Britannian ponies en die kunnen we dan wel weer gebruiken. Voor iets van 2000 of zo, dan hebben we in ieder geval genoeg. Voor nu, weet je, ik weet niet hoe lang we daar genoeg hebben, maar dan hebben we in ieder geval een tijdje genoeg. Kijk, die 12 kunnen we ook mooi aanvallen, want dat zijn precies de units die we nodig hebben om te killen. En als we dan
hiermee wat XP krijgen. Kijk, hier krijgen we natuurlijk ook weer XP voor. En dat kunnen we dan ook wel weer goed gebruiken. En dan kunnen we, hopelijk, dat is tenminste een beetje mijn hopelijke doel, proberen om wat sneller te gaan lopen. Als we dan wat sneller lopen, dan kunnen we met onze 25 lui en onze andere 25 lui, want ik wil proberen wat Scrooge en te gaan trainen. Kunnen we proberen om bijvoorbeeld of een Lord aan te vallen of iets in de richting daarvan. Maar dan moeten we ze eerst ook nog wel wat gaan trainen hoor. Want deze units, weet je, die zijn heel erg leuk en aardig. Maar dat kennen we niet jou hoor. Dan gaan we ook wat van die Scrooge en Scrooge nodig hebben. En als we daar dan ook een paar van hebben, dan kunnen we zeggen jongens, we gaan ervoor. Maar ja, daarvoor gaan we dus eerst paarden nodig hebben. En veel ook, want die zorgen ervoor dat we veel sneller kunnen lopen. En dat is het hele idee natuurlijk. Of tenminste paarden. Ja, paarden gaan we nodig hebben. Kijk, de eerste loopt al weg. Jongens, jullie moeten die andere twee neerknallen, want anders dan hebben we dadelijk een probleem. Oh, nu is iedereen dood. Ha! Losers! We have won the battle from you guys. En we kunnen weer 3 mensen gevangen nemen. En we kunnen ook weer een paar mensen upgraden, maar daar wacht ik heel eventjes mee. Want ik wil eerst even kijken of we paarden kunnen kopen en hoeveel paarden we kunnen kopen. Omdat dat vrij belangrijke informatie is natuurlijk, voor ons. Vooral voor ons, want ja, wij zijn fucking losers op dit moment, want we hebben niet zo heel veel shizzle. En daardoor hebben we gewoon veel paarden nodig. Kijk, zo iemand, daar wil ik dan natuurlijk weer net geen probleem mee hebben. Maar ja, we hebben net al oorlog verklaard aan die kerel. Dus als hij ons wil gaan aanvallen, dan zal hij dat zeker gaan doen. Ik snap ook nog wel waarom hij dat zou doen. Omdat het gewoon een fucking basis dan. Ik zou hetzelfde gedaan hebben namelijk, ja. Weet je, hij zal ook denken, ja, jullie wouden oorlog met mij. Nou, dat kan je nu krijgen ook, klootzak. Dat zou ik zelf denk ik ook hebben. Als wij nou deze allemaal even kopen, dan geven we 1000 uit. 1100. Ja, kan dat. Kunnen we ook misschien nog wat voedsel kopen straks. Dan gaan we door naar dit dorp. Daar kunnen we ook, nou misschien wel 1000 uitgeven. Ik weet niet hoeveel we dan kunnen uitgeven, maar in ieder geval iets in de richting daarvan. Nee, ik hoef geen troepen te recruteren, beste meneer. Ik wil eigenlijk alleen maar producten van u kopen. Nou, kopen we hier op 10. Of is dat net wat te veel? Ja, moet kunnen. We hebben nog 800 over. Oké, dat is misschien net wel wat te veel uitgegeven. Misschien, ik weet het niet. I'm not sure though. Dan gaan we hierheen voor fish. Ik weet niet of we fish kunnen kopen, maar iets in de richting daarvan moeten we sowieso gaan kopen. En of het nou vis is of iets anders, dat maakt me eigenlijk ook niet zo heel denderend veel uit. We gaan gewoon iets nodig hebben. Dat gaan we trouwens ook nodig hebben, maar we gaan gewoon iets nodig hebben wat we... Wat hebben ze maar 30 vis, dat is ook niet zo heel denderend veel. Als we dan deze twee verkopen. Deze spullen houden we, dan hebben we 82. Kennen we nog weer een paar dagen overleven? Dat klinkt wel heel erg sneu, maar ja, zo is het gewoon de waarheid van een goedkoop iemand. We lopen in ieder geval wel lekker fucking snel, dat is wel super chill. Ja, we hebben ook nog een klein leger natuurlijk, met nog steeds maar 24 lui, dus het is ook best logisch dat we nog steeds best super snel lopen. Maar als we dit een beetje, nou ja, gewoon lekker rustig aan doen, nu vallen we deze 9 lui aan. Misschien kunnen we straks wel even een goedkoop schildje voor mezelf kopen, want dat gun ik mezelf gewoon. Want ja, nu ben ik echt Mr. Waardeloos, ik heb mezelf nooit verdedigen nu. Ik bedoel niet eens tegen looters, dan moet ik al eigenlijk afstappen van mijn paard. En dat is niet echt iets wat ik prefereer. Oh, dit gaat zelfs niet heel goed. Help jongens, I need your help guys. Because I cannot defend myself. Ze gooien stenen naar mij, beste mensen. Dat kunnen jullie niet pikken. Ja, we kunnen helemaal niks doen hier tegenaan. Hè? Nou durf ik. Haha, bitch. We have got you. En we kunnen nu ook hebben. Weer 3 prisoners erbij. Nou, dat was ook een beetje het idee natuurlijk. Hoe meer prisoners wij krijgen, hoe makkelijker we straks weer wat cash in de pocket krijgen. Of tenminste cash in de pocket, dan krijgen we in ieder geval weer iets makkelijker. Oké, 10 sea raiders, perfect. Dat soort units vind ik echt perfect om aan te vallen, als het dan ook nog lukt. Nou kijk, die kunnen we ook makkelijk inhalen. En dat is ook een beetje het idee natuurlijk, hè. Dat we deze units makkelijk in kunnen halen, dan kunnen we de rest ook allemaal makkelijk inhalen. En dan wordt het gewoon het hele leven gewoon meteen in één keer een stuk makkelijker. Los van me, footman! Nou, de footman maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit wat daarmee gebeurt.
Infantry! Infantry! Move! Foot move! Aan de andere kant ook weer wel hoor, maar omdat we deze lui nu toch niet echt aan het upgraden zijn, omdat we nog geen infantry hebben, heb ik eigenlijk zoiets van, we doen gewoon lekker rustig aan. We zien wel wat er allemaal gebeurt. Dit is wel echt episch. Dit vind ik elke keer wel episch hoor. Je ziet gewoon meteen al die lui knallen. En dan zitten ze gewoon lekker te schieten op die lui. En je ziet langzaam maar zeker gewoon steeds wat meer van hun dood gaan. Wat natuurlijk ook logisch is, want dat is het doel. Alleen die javelins zijn niet zo heel erg leuk, want die doen best wel pijn voor onze troepen. En dan kan dat soort dingen gebeuren. Dat is ook niet zo heel erg leuk natuurlijk. Nee, eigenlijk is dat ook niet heel erg leuk. Maar ja, straks is het de bedoeling, als ze zo dichtbij zijn, dat dan onze infanterie kaart gaat chargen. Dan heb je gewoon helemaal niet meer dat gehouden. Of tenminste, niet meer, dan heb je veel minder van dat gehouden. Omdat iedereen dan gewoon een dik wapen bij zich heeft. En iedereen begint dan gewoon keihard met knallen. En dan staan er mensen met van die dikke grote schilden. En die houden dan de blokken of eigenlijk. Dat is tenminste een beetje het idee. En of dat gaat werken, dat weet ik niet. Maar dan komen we pas achter op het moment dat we het daadwerkelijk aan het uitproberen zijn. En eerder ga je daar toch nooit achter komen. Ik moet even naar de shields. Is dit een goed shield? Nou, wel een... Ik weet niet welke ik mooi vind. Ja, moet ook nog een beetje mooi zijn natuurlijk. Nou, die hoef ik sowieso niet. Ik wil wel zo'n schild. Ik denk dat dit wel best genoeg is. En dan zetten we die daar even neer. En dan zetten we die daar even neer. Deze twee kunnen dan wel als de secundaire wapens natuurlijk. Want ja, we gaan wel wapens nodig hebben. Die gaan we even verkopen. UOP 42. You will get 900. Nou kijk, dat bedoel ik dus. Nu hebben we in ieder geval iets aan geld. Genoeg om hier even heen te lopen. Want ja, we gaan nu gewoon ons leger even volgooien met Scourge en recruits. Hopelijk gaat dat werken. Ik hoop dat dit werkt hoor. Dat weet je natuurlijk nooit zeker. Maar het lijkt me van wel. Het lijkt me dat we zo makkelijk kunnen zorgen dat we fucking sterk worden. Ik ga het niet helemaal volgooien, omdat ik weet dat we anders te veel shizzle hebben. Of tenminste te veel shizzle. Dan wordt het allemaal weer te veel van het groeien. En ik weet niet of dat heel erg handig is. En ik wil ook niet dat ons hele leger vol staat met recruits. Dat is misschien niet zo heel erg. Maar het is niet het meest efficiënte wat er is, omdat we ook nog niet zo dendend veel geld hebben. En daar moeten we ook een beetje rekening mee houden, toch? Als je niet zo heel veel geld hebt, dan kun je moeilijk zeggen, oké, we gaan 100 euro uitgeven. Als je maar 50 euro hebt, dan kun je moeilijk 100 euro uitgeven. Ja, dat zou heel erg lastig zijn. Dus vandaar dat we een beetje voorzichtig moeten doen. Kijk, nu gaan onze boogschutters die beginnen elkaar met knallen, of tenminste de koersbommen. Die zijn druk bezig. Nou, nu komen wij eraan. Wij zijn ook druk bezig natuurlijk, want wij hakken iedereen niet op de kop eraf. Dat onze taak is als leider. Als je een leider hebt, dan moet je wel ook mensen de kop eraf knallen, anders ben je niet een goede leider. Oké, die man mag niet ontsnappen, dat jullie dat maar weten. Knal hem in de voeten. Hij moet in de voeten geknald worden, want dan kunnen we hem meenemen. Godsamme. Heb ik dat hele pokkend achter die vent aangerend? Wat gebeurt er? Wordt vlak voor mijn neus afgeknald. Nou, dat vind ik een beetje sneu. Ja, vind ik een beetje sneu voor mezelf, hè. Want ik bedoel, ja, ik heb gewoon mijn best gedaan om hem in te halen. En dan krijg je zo bedankjes. Nog niet echt een bedankje, inderdaad. Weer drie erbij. Ik moet mezelf echt aan gaan leren om op die knop te drukken van recruit al. Als ik zie dat er alleen maar recruits in zitten. Want dan heb je er toch eigenlijk helemaal geen werk van. Dude, ik wou mensen hebben in mijn leger, ja. Nu heb ik geen mensen in mijn leger. Dankzij jou. Vind ik een beetje jammer weer. Vind ik een beetje heel erg jammer zelfs. Kijk, nu komen we weer 10 Sea Raiders tegen. Kijk, en dat bedoel ik dus. Als we een beetje heel rustig blijven aanvallen de hele tijd. Dan gaat dit gewoon lukken. Dan moet het ook lukken natuurlijk. Niet echt heel veel andere keuze. Maar, weet je, dan moet het ook gewoon lukken. En dat zou best wel heel erg vet zijn. Make a shield wall! Make a shield wall, guys. En nu beginnen ze al met knallen, dat is de bedoeling ook natuurlijk, hè? Want als hun nu beginnen met knallen, dan kennen wij straks ook weer veel makkelijker hun killen. Of tenminste, dan hebben ze alvast de eerste schade in de mik. En dat is natuurlijk ook weer alleen maar positief. Kijk, de eerste twee zijn al dood, Sea Raiders. En zodra er meer dood gaan, wordt het alleen maar leuker natuurlijk.
straks moeten we eerst weer even looters aanvallen. Nee, ik denk dat we straks looters aan moeten gaan vallen. Want ja, onze recruits moeten ook weer allemaal trainen. Want zonder schilder, dan wil ik eigenlijk liever niet dat ze aan het vechten zijn. Onze strootje en recruits. Dat gaat hem ook niet worden. Want ja, dat is gewoon echt waardeloos. Pretty, pretty waardeloos in ieder geval. Dit klinkt heel leuk. Alleen ik weet niet. Ja, zie je het werkt, dat doen we wel. Hè. Het werkt wel. In theorie werkt het altijd. Maar of het nou echt het meest efficiënte is tijdens deze strijd, ik weet het niet hoor. Nou, dat kunnen we gelukkig wel makkelijk betalen. Deze spullen nemen we natuurlijk ook gewoon weer in beslag. Want we zijn natuurlijk wel een beetje bezig in deze moeilijke strijd. Ik zal hier ook even heen lopen, want we moeten en zullen onze, hoe noem je dat? Prisoners weer even verkopen. Hebben we ook weer een roguery level omhoog. Nou, dat kan ook weer heel erg efficiënt zijn. Dude, ik kan nergens troepen recruteren. Waarom recruteer jij zo fucking veel troepen? Dan kan ik geen troepen recruteren. Dat vind ik niet aardig van jou. Die nemen we lekker mee. We hebben toch weer 300 erbij. We hebben al 1500. Even kijken hoeveel backup money we alweer hebben verzameld. Al 500. Die gaan we niet gebruiken natuurlijk. Want we hebben gewoon onze backup money ook gewoon echt nodig. Straks misschien. Nou, hier hoef ik ook niet meer heen te lopen inderdaad. Ik zie het al wel weer. Ik zal eerst even naar dit dorp lopen. Want hier kan ik één iemand erbij recruteren. Yeah, it's wonderful. Asociaal hoeveel mensen wij kunnen recruteren in ons oppermachtige leger. Wel één iemand erbij. Nou ja, kijk, er is toch weer één iemand erbij. En dan we straks de richting die 53 gaan. Ja, dan hebben we toch hier uit dit dorpje maar weer één iemand kunnen krijgen. En dat is dan toch wel weer positief. Kijk, dit is dus wel ons grote... Nou, dit gebied. Dit soort gebieden laat ik nou houden. Ik weet niet of dit nou echt per definitie een slecht gebied is. Maar voor ons wel, omdat we ze heel moeilijk kunnen raken op, vanaf hier. Bowman, move! Zal ik dan ook heel gauw hiervoor weggaan, want dat werkt natuurlijk ook niet echt mee. Infect move! En doordat onze infanterie nou ook nog helemaal geen schilder hebben, werkt het ook totaal niet mee, hè? Dat werkt gewoon echt totaal niet mee. Het grote voordeel is dat er maar 8 zijn. Give him hell! Ik heb hem helemaal mogen zetten. Kijk, en het grote voordeel is dat deze lui gewoon echt vies sterk zijn. Dat is echt wel een groot voordeel hoor. Er is toch nog iemand doodgegaan. Dat vind ik wel weer een beetje sneu. Vind ik dan wel weer jammer. Maar ja, weet je, dat soort dingen, dat gaan altijd gebeuren. En we zullen dat nog wel veel vaker mee gaan maken. Die Valenian Crossbowmen, die zijn natuurlijk ook nog lang niet zo sterk als dat ze daadwerkelijk straks zouden moeten worden. Want ze hebben nog geen schilden. En als je nog geen schild hebt, ja, dat is dus ook een beetje het lastige van het spel. We moeten eerst proberen gewoon wat lui te fixen. Op een hele simpele manier. Dat is gewoon door ze te recruteren. En dan moeten we gewoon looters aanvallen. En vanaf de looters moeten we dan weer zien sterk genoeg te worden om andere lui aan te vallen. Maar ja, dat gaat wel geld kosten. Ja, dat gaat gewoon vies veel geld kosten, ja. Die tweede maar weer bij, die hoef ik niet, want ik heb geen boogschutters nodig eigenlijk. In mijn oppermachtige, supercoole, supersterke, super saiyan leger hebben wij geen boogschutters nodig. Op dit moment, hè. Ik weet niet hoe dat... God, zal maar zeggen, weer helemaal niks. Wat zitten jullie hier allemaal te doen, zeg? Waarom kopen jullie al die units? Ik heb ze nodig. God, verdorie, hier ook al niet. Nou, dan hier wel toch, alsjeblieft, jongen. Gun mij ook even wat troepen dan. Ze gunnen mij gewoon geen troepen, dat zal het zijn. Twee erbij weer. Nou, kijk, 36. Gelukkig zie ik hier 14 looters lopen. Nou, wij hebben 15 inventory guys, dus dan kunnen we makkelijk hiervan winnen. En misschien kunnen we net weer wat geld verdienen. Wat bedoel, we hebben nu nog maar 900 dena. 900 dena is niet veel hoor. Ik vind dat best wel heel zielig eigenlijk, hoe weinig geld we hebben. Oké, nu kan ik ook gewoon met mijn recruits aanvallen. Omdat ze in principe makkelijk moeten kunnen winnen van deze 14 lui. Vooral met wat hulp van de Flandian Sharpshooters. Die kan ik dus wel eventjes inzetten en vragen om een charge met een zwaard. Want anders dan heeft het zo weinig zin. Tenminste, heeft het zo weinig zin.
gaat het gewoon gebeuren wat ik graag wil dat er gebeurt. En dat is dat mijn kus gaan levelen. Nou mogen ze wel weer. Hold arrow! Fire and world! Nu mogen ze weer fire en de laatste paar neer te vallen. Dat mag wel, maar het is een beetje de bedoeling dat we gewoon vies veel XP voor ze fixen. En de manier hoe je dat doet, dat is gewoon... Godsamme. Kijk je kop eraf. Oh, blijkbaar deed ik dat niet. Dat deed mijn collega. Mijn collega die heeft jouw kop eraf gehakt. Maar we hebben in ieder geval weer vier looters erbij. Kijk, want deze lui die hebben tenminste een schild. En als ze een schild hebben, dan wordt het alweer een stuk makkelijker om ze te verslaan. Ja, dan wordt het een stuk makkelijker om de vijand te verslaan. Dus eigenlijk wil ik proberen om zo snel mogelijk 25 daarvan te fixen ofzo. Oké, daar moeten we ook nog maar even heen gaan dan voor een paar recruits. Hoeveel hebben we er nu? 14, hè? Oh, ik denk niet dat ik hier nog heen hoef te gaan trouwens, want voor mij komt hij er net weg met zijn... Ik ga lekker alle mensen opkopen in deze hele wereld. Eentje kunnen we er nog bij kopen. Nou, dat is dan toch maar weer één, hè? Zo moeten we dat dan maar zien. Oh, misschien kunnen we in Tial wel even wat kopen dan, want daar kun je ook gewoon units kopen. Dat is best wel relaxed. Ja, we zullen wel moeten, weet je. Ik heb geen idee wat we allemaal nog kunnen kopen of... dat we nog iets kunnen kopen. Ik denk het niet, want die kerel zal wel weer alles gekocht hebben wat er te kopen valt in deze mooie planeet. Op deze mooie planeet. Nou, dan hoef ik hier ook niet meer heen te lopen. 15 looters. Kijk, dat klinkt dan wel weer interessant. Ik denk dat als we, nou ja, laten we zeggen 25 inventory hebben, dan hebben we eerst wel genoeg. Ja, niet voor lang, maar voor eerst eventjes. Ik weet niet hoor hoe dit... Nou, ik wil eerst nog eventjes een paar recruits erbij kopen, want anders dan gaat het hem nooit worden. Of tenminste, ja, dan gaat het hem wel worden, maar niet zoals ik het wil, graag wil hebben. Want het liefst heb ik nu gewoon eerst, zeg maar, het leger een beetje klaar. Want anders dan level je de helft maar en dan heeft dat ook zo weinig zin. Tenminste, ja, weinig zin. Alles heeft zin, maar niet zoals je het zelf graag wil waarschijnlijk. Die twee zijn weer voor mij. Dat vind ik ook wel weer vriendelijk van die man. Dat hij mij die twee units gunt. Gaan we hier weer even gauw heen. Kijken we hier of we hier ook nog wat kunnen recruteren. Kijk, dit schiet tenminste wat op. Wat zei ik nou net tegen mezelf? Je moet gewoon meteen klikken op dat recruit all knopje. En wat doe ik? En niet drukken op de recruit all knopje. Tuurlijk niet. Waarom zouden we? Veel te veel werk. Hoeveel van die recruits hebben we nou ondertussen al? Voor mij hebben we er al 27. Nou, dan kunnen we er nog wel 3 of zo bij fixen. Tuurlijk kan dat. 1, 2, 3. Dan hebben we er 30. Dan kunnen er iets van 5 doodgaan normaal gesproken. Dat klinkt misschien wel een beetje bruut, maar dan kunnen er in principe 5 doodgaan. 62 hebben we dan genoeg om te betalen. Dan hebben we genoeg om voor 1 dag te betalen. Nou ja, dat is toch wel weer genoeg, toch? Of niet? Eerst wel weer. Dan chasen we hier maar weer even heen. Dan gaan we eventjes naar de tavern toe. Dan verkopen we onze prisoners. En ik denk dat het makkelijk is om al deze spulletjes te gaan verkopen. Misschien kunnen we hier trouwens dan ook nog wel wat interessants kopen. Een paar horses of zo. Want ja, we hebben natuurlijk gewoon wel paarden blijven we nodig hebben. Dat zijn wel allemaal dure paarden hoor, 300. We kunnen ze ook veel goedkoper krijgen. Dan reis ik denk ik toch liever weer terug naar het Bartanian gebied. Omdat we daar gewoon veel cheaper die horses kunnen krijgen. En dat is wel leuk. Want ik heb liever cheap ass horses dan van die super dure pipo's. Terwijl het eigenlijk helemaal geen zin heeft. Tenminste geen zin heeft. Het heeft veel minder... Weet je, ze zijn net zo sterk. Of ze zijn net zo goed, denk ik. Ik denk dat ze net zo goed zijn. Dat weet ik helemaal niet zeker. Mijn gedachte gaat uit dat ze net zo sterk zijn. Oeh, kijk, dit is interessant. Een legertje. I don't think that you can beat me, sir. We will beat you. En een paar looters erbij. Nou joh, kom maar op, people. I will show you the might of our army. Archers, attack! Ik geef hun even een voorsprong, zodat zij alvast wat units kunnen uitschakelen. Infantry, follow me! Jullie moeten mij volgen in een shield wall. Ook al hebben jullie dan wel geen schilden. Dat maakt me eigenlijk heel weinig uit. Want wat nu belangrijk is, dat is het feit dat jullie gaan chargen met z'n allen. Deze 11 pipo's, dat zijn er straks al een stuk minder. Maar
waarschijnlijk zijn het een stuk minder looters. Die andere lui, ja, misschien killen ze een paar van hun ook ondertussen. I don't know. Ik ga er eigenlijk wel wat van uit. Kijk, en nu zijn ze allemaal al wat verzwakt. En kunnen ze doen wat ze willen doen, maar ze gaan niemand killen, denk ik. Ik denk dat er niemand allemaal dood kan deze keer. Kan niet. Ik ken nu niemand dood gaan met ze. En we kunnen weer 3 lui upgraden. Kijk, dat soort dingen zijn leuk. Weer 170 goudstukken erbij gefixt. Gewoon alsof we echt een rijke tatas beginnen te worden. Nou ja, dat is alleen maar positief. Hebben we weer wat centen erbij, want dat hebben we echt nodig, centen. Kijk, 15 looters, perfect. Dat is gewoon perfect, weet je. Als we 15 looters kunnen aanvallen, dan kunnen we gewoon vet makkelijk onze troepen trainen. En hier kun je ook net weer wat geld mee verdienen. En dat hebben we hebben gewoon echt... We need cash. We need it badly. We hebben gewoon echt geld nodig op dit moment. Gewoon vieze, vuile, gore flappen hebben we nodig. Infantata arrows! Hold fire! Even een kleine voorsprong geven. En dan lopen jullie erachteraan als de vernietigende tweede secundaire wave of troops. Want ja, anders gaan onze recruits nooit XP krijgen. En die hebben toch wel echt XP nodig. Form a wall! Form a wall, guys. Ook al hebben jullie geen schilder, maak geen bal uit. Gewoon vechten met die handel. Ja, dat is wel sneu dat er ook nog gewoon 2 goed dood gaan. Aan de andere kant hoort wel een beetje bij het pak, maar het is gewoon heel erg irritant. Want ja, die 2 heb ik ook nodig. Nu hebben we nog maar 28 en ik denk dat we er nu gewoon weer 2 bij kopen, omdat we nu toch nog in dit gebied lopen. Dan kan dat nog, maar straks kent dat niet, omdat we dan weer terug zijn in ons eigen mooie gebied. Nou, dan koop ik er gewoon lekker 3, want ik ben hier nu toch. Het zou mij toch een rotzooi wezen. Kijk, 17, dat is ook wel een leuk aantal. Ja, 17 is ook wel een leuk aantal. Kijk, er lopen gewoon 2 keer 17. Dat, ja, dat is wel heel veel trouwens. Ik weet niet of ik daar nog wel weer van kan. Nou ja, we kunnen er wel van winnen, want we hebben ook vet veel lui. Alleen, ja, of het nou echt zo heel erg verstandig is, dat weet ik dan net weer niet. 17 lui gaan we aanvallen natuurlijk, want dat hoort wel een beetje bij het spel. Infant charge! Archer charge! Gaan jullie niet zo heel ver. Infant archers! Hold arrows! Maar jullie gaan wel met zwaard en schild aanvallen en niet met... Footman, form a shield wall! Bowman, move! Attack! Even een klein stukje erachter lopen, dat zou ik wel fijn vinden, want anders gaan onze Strugian recruits niet zo heel veel XP krijgen. En ze hebben echt XP nodig, want ze zijn nog maar met 31 lui. En die 31 lui die moeten gewoon super sterk worden. Nou, dat worden ze ook wel. Kijk, als ze in conscience geslagen worden, dat vind ik echt totaal niet erg. Dat vind ik eigenlijk ook nog wel cool. Of cool. Vind ik niet erg, laat ik het daarop houden. Fire! Nu mogen jullie weer fire at will, maar dat hoeft niet meer, omdat jullie allemaal al level up zijn. 5 prisoners erbij. Kijk, nu kunnen we 18 van die lui upgraden. En dat is best wel een goed begin. Ik vind dat best wel een heel goed begin. Dan gaan we deze 17 even aanvallen. 18. Deze lui is ook gewoon prisoner. Hoe kan je nou ooit een prisoner hebben? 6 recruits. Nou, dit moet ook gewoon makkelijk kunnen winnen. Neem ik aan. Ik neem aan dat we dit ook gewoon weer makkelijk kunnen winnen. Maar ja, je weet dat het Footman, nooit zeker. Give him hell! Archers! Hold fire! Charge! Footman, form a shield wall! Form a shield wall, guys. You need to form a shield wall, because that is very important. Ja, dat denk ik eigenlijk wel, ja. Wat wil ik dat jij... Moment! Ik wil eigenlijk dat jullie kunnen nu wel eventjes hier... Fire at will! Pijlenbogen gebruiken, omdat dat ook wel heel erg belangrijk is. Want ik wil niet willen dat we zo weinig mogelijk lui dood hebben. Ja. Ik vind het wel heel cool eigenlijk dat er bijna niemand dood gaat uit ons leven. En als we straks dan ook nog gewoon weer flink wat units erbij hebben die we kunnen optreden. Het enige nadeel is gewoon echt, dat klinkt misschien een beetje flauw, maar dat is gewoon nu echt dat we straks gewoon kapot veel moeten betalen voor onze units. En we hebben eigenlijk gewoon heel weinig geld. Dat klinkt heel sneu, maar dat wel de kade waren. We hebben gewoon heel weinig geld. Kijk, al die loots die kapot slaan. Dat is toch weer 10 euro die we mee kunnen nemen of 10 delen in dit spel natuurlijk. Ik denk dat jullie begrijpen wat ik bedoel.
En we kunnen weer 6 lui upgraden, waaronder weer 4 Strugian recruits. Nou, dat is ook wel weer lekker. 7. Zie, dan hebben we nu al 17. 22 lui kunnen we upgraden. Hier kunnen we alweer 6 van upgraden. En we kunnen zelfs alweer 4 van die andere lui upgraden. Dus dan hebben we straks gewoon bijna kapot veel. Kijk, hier zijn nog 18. Kijk, dit is gewoon een geweldige plek. Dit is echt een geweldige plek. Het is gewoon heel erg goed voor mij. Want deze lui hadden we juist precies echt heel erg nodig om aan te vallen. Alleen die Urik hoeft zich er niet mee te bemoeien. Thank you, sir, for helping me with stealing my money, bitch. I don't like you anymore. Hier zal u voor boeten. Jullie moeten allemaal keihard chargen, want nu moeten we voor onze XP vechten. Nu vechten wij voor onze XP. 25 enemies. Maar wij winnen dit easy mode, want wij zijn met 137 lui. Dat is best wel een heel goede reden, omdat we dit makkelijk zouden moeten kunnen winnen. Hij heeft trouwens best wel een sterk leger. Ik weet alleen niet waarom hij looters in zijn leger heeft zitten. Maar ja, dat kan. Je kan ervoor kiezen om looters in je leger te nemen natuurlijk. Kijk, die lui vind ik ook super cool met die huge ass axes. Het enige nadeel is echt dat ze vet zijn lopen. En dat kan heel cool zijn, maar dat kan ook echt heel erg nadelig zijn natuurlijk. Ook puur om het feit dat ze dan ook gewoon heel moeilijk kunnen inhalen. Dat is echt super onhandig. Hebben we dit weer gedaan? We kunnen één iemand weer upgraden, zo te zien. Want in zijn leger zijn er 2 die geüpgraded kunnen worden. Dus dan kan er in ons leger 1 iemand geüpgraded worden. Dat is niet een hele moeilijke rekensom. I know. Nou, we weer 1600, zeg. We beginnen al wat rijker te worden. Ik zou bijna zeggen dat we gewoon een beetje echt zulke rijke mensen worden. Kijk, hier 12. Dat wil ik ook wel aanvallen. 12. Met een beetje geluk. Geen hulp van Urik of Oleg of al die andere bitch-ass motherfuckers. Als we hem zelf mogen aanvallen, dan wordt het leuk. En anders wordt het iets minder leuk, want ja. Oh my gosh, wat irritant. Dat vind ik echt het meest irritante wat er is als mensen je gaan helpen. Tenminste, ja, het is ook leuk natuurlijk dat mensen je komen helpen. Maar aan de andere kant is het op dit moment gewoon een beetje irritant. Because I need XP. En dat ga je niet krijgen als iemand met... weet ik veel, 80 man jou komt helpen. Dat gaat er, dat schiet niet op. Het schiet niet op. Maar goed, hier kunnen we wel makkelijk van winnen. Van deze lui. Sowieso kun je hier makkelijk van winnen. Want het zijn alleen maar looters. En looters stellen in. Dus ik zie helemaal geen ene rol voor. En is er nou ook hoeveel mensen wij killen? Hoeveel buiten we zijn of niet? Rob jongens, die laatste 4 lui die moeten ook zo snel mogelijk dood zien. Dan kennen we namelijk weer door. We kunnen ook weer 1 iemand upgraden. Jobber en 3 looters. Wij krijgen de looters en hun krijgen de rest zeker of niet. Dan moeten we straks eigenlijk zo deze lui allemaal gaan upgraden. Want anders schiet het ook niet echt op hiermee. Maar de vraag is, hebben we daar wel... Ik ga hier even heen lopen om hier de prisoners weer te gaan verkopen. Want ik denk dat het daar wel even tijd voor is. Dan krijgen we namelijk weer wat centen erbij. Het zou ook heel leuk zijn dat we iemand erbij krijgen die ons wat kan helpen in deze moeilijke tijd. Iemand die ons af en toe wat advies kan geven en zo, hè? Dat is wel heel erg makkelijk. Ik vind 9 loot is eigenlijk net wat te weinig. Maar ja, je moet ook niet te snel willen, dat is een beetje het nadeel. Soms dan denk je, oh weet je wat joh, we gaan dit doen, we gaan dat doen. We kunnen alles eigenlijk wel aan, maar of het dan verstandig is, dat is een tweede vraag, hè? En heel vaak is het gewoon niet verstandig om nu meteen door te gaan met van die moeilijke opdrachten. Kijk, hier kunnen we ook wel weer easy mode winnen, want dit zijn er maar 12. Nou, 12 is nog makkelijker dan dat we voorheen deden. Hold fire! Hold your fire, guys. Dat is wel een hele belangrijke order. Want ik wil niet dat jullie beginnen met knallen. Dat vind ik niet leuk, want onze Strugian recruits moeten even upgegraded worden. In ieder geval totdat ze met 30 zijn. Dan kennen we ze dan allemaal wel warriors maken. Voor mij worden het dan warriors of soldiers. Eén van de twee worden het dan in ieder geval. Kijk, krijgen we weer 5 upgraden. Kijk, nu begint het een beetje interessant te worden. Hè? Archers! Fire and world! Nou, die heb je wel neer. Ik wacht dat jullie ze allemaal neerknallen. Nou, zie. Kennen we 6 mensen upgraden. 1 van die... van die lui, dus daar kunnen we nu ook bijna allemaal van maken. En
hier 4 van. Dus we kunnen hier bijna ook al gewoon een totaal leger van maken. Dat is wel heel erg episch hoor. Ik vind dat best wel heel erg episch. Gaan we dan tegen de... Nee, dat is dan ook weer gewoon heel erg onverstandig. Onverantwoord is dat. Dat is onverantwoordelijk gedrag voor iemand van onze status. Kunnen we niet maken. Nee. Nou ja, we kunnen het wel maken. Maar of het nou echt heel erg slim is, dat weet ik niet. Want ja, dan gaan dadelijk weer allemaal live van ons dood. Want dat is gewoon het nadeel. Het is niet dat we niet van 5 Sea Raiders kunnen winnen. Integendeel, heel makkelijk zelfs. Alleen omdat onze lui geen schilden hebben, is de kans gewoon heel groot dat er gewoon heel veel lui doodgaan. En daar heb ik niet zo heel veel zin in. En dat is logisch, want waarom zou je daar zin in hebben? Dat is niet heel erg logisch dat je denkt van, nou weet je wat, ik heb wel even zin dat mijn hele leger doodgaat. Want ja, het is leuk dat je hele leger doodgaat. Gaan we weer. Charge on the enemy, guys. We need to charge on the enemy. Show them that we can beat them easily. Fire! Oh, ik ben dan echt een hele grote sukkel. Ah, qua gedrag weer. Ik denk dat dit nog steeds echt het meest nare wapen is wat er gewoon bestaat, hoor. Als je gewoon dikke spijkers in je kop krijgt, dat is toch niet normaal? Eigenlijk is dat niet normaal, dat je dat als wapen gebruikt. Dat is bruut. Ik vind dat een heel bruut wapen. Voor mij kennen we er nu 31 upgraden. Ja, zie, 31. Nou, precies wat we nodig hebben. Dat is wel nice, want dan kunnen we dat ook maar mooi even gaan doen. Kijken of we dat wat kunnen betalen. Dus kijk, deze lui hebben zo'n... Ja, dit is ook niet echt een heel goed schild natuurlijk, maar ja, dit is beter dan helemaal niks. Is beter dan helemaal niks. Ja, dat is het heel gauw. Beter dan niks te worden, dat is ook weer niet zo heel erg moeilijk natuurlijk. Dan gaan we even kijken of we wat Sea Raiders kunnen vinden. 3 Sea Raiders. Nou, daar moeten we heel makkelijk van kunnen winnen. Ik wil wel 4 of zo aanvallen. Kunnen we die inhalen? We kunnen die gewoon ook inhalen of niet? We kunnen 4 Sea Raiders makkelijk inhalen. Nou kijk, dat is mooi. Want dan kunnen we nu zeggen... Attack! Yes, we need to attack these guys. Soldier! Shield Archer! Attack! En jullie mogen ook attacken natuurlijk. Maar het is belangrijk dat onze Strugian Warriors ook wat doen. Bowman! Jullie mogen nu wel even... Hold fire! Hold fire doen. Attack! Fire! Fire at will. Goed zo. Dit is gewoon te makkelijk natuurlijk, dat snap ik. Aan de andere kant, ja, we kunnen nu wel weer eentje upgraden door zo'n gemakkelijk gevecht. Ja, eigenlijk stelt er natuurlijk geen rol voor. En als we op deze manier ook nog wat XP kunnen krijgen voor de rest van ons leger, dan is dat eigenlijk wel heel erg makkelijk meegenomen. Plus, we verdienen hier wat aan. Niet heel tenderend veel neem ik aan, maar weet je, elke cent is welkom, zeggen ze dan. Heel erg leuk. Ja, dat is ook van waar ook. In ons geval helemaal, want we hebben ook gewoon elke cent echt nodig. En het gaat natuurlijk niet heel erg snel op deze manier. Want ja, ik bedoel... Dit is niet de meest efficiënte manier om te levelen waarschijnlijk. Op dit moment. Archers! Aan de andere kant zeg ik op mijn beurt. Ik denk dat ik liever zo mijn troepen train. Dan dat ik mijn troepen train door nu meteen een huge ass army aan te vallen. Footman! Wacht even totdat er misschien 2 of 3 units van hun dood gegaan zijn. Infantry! Ja, 3. Ze moeten met 7 rondlopen, dan wil ik wel chargen. Dan durf ik dat wel aan. Maar dat duurt best lang, blijkbaar. Hop jongens, jullie moeten er wel een beetje lui kunnen neerhalen, of niet? Zo, infantry! Arrows! Infantry! Archers, hold arrows! Give them hell! Flandian Hearted Crossbow. Misschien moeten we wel eventjes... Ah, kennen we nog niet. Mensen nu kennen het niet. Sea Raiders, die gaan hartstikke hard aan. Haha, we zijn echt de lullo's. Een beetje ervoor gaan staan en dan worden ze vanzelf helemaal in elkaar gebracht. Kijk, kunnen we weer 2 mensen upgraden. En als we dit gewoon een beetje zo leuk doen, krijgen we hier best wel wat geld mee. Ik wil proberen om boven de 1000 te blijven door de hele tijd mensen aan te vallen. Gaat wel lastig worden, want ik bedoel, nu moeten we weer
betalen waarschijnlijk straks, elk moment. Zie je, dat bedoel ik. Nu moeten we betalen. Ja, dan ben je het even, heb je het even niet. Alleen zie je, nu vallen we deze 20 aan. Nou, hier gaan we ook gewoon heel simpel eventjes weer. Nu even vooral focus op onze inventory. Charge! Raise your bowmen! Hold arrows! Kill them all! En zij mogen natuurlijk ook gewoon chargen, maar het feit is gewoon dat we eerst eventjes, of tenminste, dat wil ik graag, onze Trojan Warriors, wil ik eigenlijk naar soldiers. Volgens mij worden het soldiers dan. Nou, en als we 30 soldiers hebben, kijk, dan kunnen we veel makkelijker gericht oorlog voeren. En dan kunnen we ook veel makkelijker zeggen, oké, ja, jij wil met je 80 man tegen ons vechten, kom maar op. Easy mode voor ons. Wat dat? Dat is een beetje de gedachtegang van achter. Archers, fire at will! Kijk, nu kennen ze wel fire at will doen, want nu maakt het in principe geen rol meer uit. Bowman! Zij nou willen neerknallen of niet? Dit winnen we toch wel. Ik ben alleen benieuwd hoeveel geld we straks nog krijgen, want ik wil wel echt boven die 1000 blijven, want dat zou gewoon heel erg leuk zijn. En dat het liefst alleen met loot, zodat we straks ook nog weer wat horses kunnen kopen of andere leuke attributen. Of misschien ons leger nog weer wat makkelijker groter kunnen maken, want ja, we gaan ook gewoon een grote leger nodig hebben. Lijkt mij heel sterk dat we dit zo lang vol kunnen houden. Ik bedoel, dat is straks ook wat vervelend. En we gaan ook gewoon, klinkt misschien wat stom, maar we gaan ook gewoon reputatie moeten opbouwen met mensen. Anders dan worden een eigen kingdom maken weer zo moeilijk, want ja, de meeste mensen zullen dan denken, ja, maar waarom zou ik nou voor jou gaan vechten? Vertel me dat eens even. En dan zeg je, ja, ik zou niet weten waarom, voor mij, ik zou het echt niet weten. Kijk, hier hebben we maar 900, dus dan hebben we hier niet zo heel veel voor gekregen, voor dit mooie gevecht. Vechten we tegen 6 Sea Raiders, daar kennen we ook wel van winnen. Alleen de vraag is, kennen we ze inhalen, want dat is lastig blijkbaar. Om 6 Sea Raiders in te halen. Ik wil trouwens eventjes kijken naar onze character screen. Want er staat dat we alweer heel wat dingen kunnen upgraden. Onze hitpoints van de paarden kunnen we upgraden. Night during day. Nou, dan maar door gedurende de dag. Want dat loop je ook het meeste. Dat kunnen we niet echt kiezen. Dus dan zullen we die wel doen. Ik ga de steward skill ook wat graag wat sneller willen levelen. En hier wil ik ook nog eventjes deze 8 kopen. Want dat is makkelijk. Dan heeft iedereen in ieder geval een keigoed schild. Kijk, deze zijn ook al best wel epic hoor. Ik vind dit zijn sowieso heel sterk. Deze zijn ook best wel heel sterk. Kost wel weer 400. Maar weet je dan, hey, ook wat. Zo moet je dat dan wat zien hè. Je krijgt er ook wat voor terug. En of het nou echt denderend veel is, dat weet ik niet. Maar we krijgen er iets voor terug. En dat is gewoon XP. En we hebben XP nodig toevallig. Dus ja, dat is wel Archers! Hold for attack! Ja, jongens, jullie mogen wel chargen, maar dan wel met je schild. Die schilden zijn ook heel groot, hè. Dat zijn echt asociaal grote schilden. Die lui lopen ook gewoon 10 keer zo snel. Voor mij lopen die sneller als onze Trojan. En nu mogen ze wel weer vuren, omdat het toch niet zo heel veel uitmaakt. Want ze staan er toch al in de clash. Zodra die lui in de klei staan met 30 man, dan kennen ze toch niet meer echt knallen. En weer 3 mensen die we kunnen upgraden. Dat is zo'n simpel gevecht. Kijk, dat is gewoon het hele idee. En we hoeven ook bijna geen voedsel te kopen, want dat hebben we ook wel redelijk in de macht. Niet helemaal, maar wel redelijk. 3.9 en wij hebben 5.1, dus we lopen ook nog sneller dan 7 Sea Raiders. Weet je, ook wel heel erg belangrijk natuurlijk, dat wij sneller lopen dan 7 Sea Raiders. Kijk, nu beginnen we wel weer een beetje in geldnood te komen, want we hebben nog maar 290, maar dat komt omdat we al die lui hebben geüpgraded. We nu deze 7 inhalen. Wat we nu net gedaan hebben, dan kunnen we nu heel gauw weer de combat ingaan. Hè? Dat is vrij logisch. Charge, make the shield wall. Hold for charge! En jullie mogen ook chargen en jullie laten we straks op de ouderwetse manier natuurlijk wel weer meeknallen, maar dan moet eerst hier de clash bezig zijn, dat is belangrijk. Kijk, nu is er dus wel één Trojan of warrior dood gegaan en eentje gewond. Ja, zulke soort dingen weet je, dat gaat gewoon wel vaker gebeuren, dat ken ik nu al wel, weet ik eigenlijk al wel zeker. Maar kijk, als er eentje is,
dan is het niet een probleem. Als het er 20 worden, dan wordt het een probleem, want dan hebben we niet zo heel veel meer. En dan wordt het lastig om weer nieuwe erbij te fixen. Vooral omdat we een beetje willen proberen, of tenminste ik wil dat graag proberen. Om toch wel wat boven de 20... boven de 25 recruits te blijven. Of recruits. Infantry guys. Kijk, hier wel weer 1300. Kopen we deze erbij, wel weer 1500. Want we moeten ook even voedsel kopen. Dus we gaan eventjes iets meer uitgeven dan dat ik normaal gesproken zou doen. Of tenminste, normaal gesproken. Ja, weet je, ik heb ook niet zo heel veel uit te geven. Dus we zullen gewoon wel moeten. Zoveel kunnen we natuurlijk ook weer niet missen. Maar dit kennen we wel missen en dan kennen we weer 23 dagen vooruit. Nou, dat is meer dan genoeg. 10 hiervan kunnen we ook wel even aanvallen. Nou, dat kennen we zeker weten wel. Hier ook eens even blijven kijken. Kijk, we kennen nu 10 van deze lui kopen. En deze lui die zien er toch al wel redelijk sterk uit, hè? Redelijk sterk. Ik vind die Spearman vind ik echt kapot vet. En welke we graag willen hebben, dat zijn deze lui. Want die gooien en javelins. Ja, daarvoor willen we ze ook graag hebben natuurlijk, voor de javelins. Deze lui die hebben een speer. Ik weet niet of ik deze lui nou echt super interessant vind. Maar ik wil in ieder geval wel richting de 30 soldiers gaan voordat ik begin met tegen de kingdom vechten ofzo. Of tegen, ja, tegen de kingdom vechten, want dat is natuurlijk gewoon een beetje nu het doel. Dat we ons daar op voorbereiden. Volg mij maar jongens, jullie kunnen mij met gerust volgen. Oh nee, wacht, jullie moeten chargen. Dat is ook zo, tuurlijk. Dat was ik even vergeten. Maar jullie halen ze wel weer in, toch? Ik neem aan van wel. Nou, dit is eigenlijk best wel eentonig, maar dit gaan we dus nog heel veel moeten doen. Om ervoor te zorgen dat we in ieder geval onze Stroudje Warriors kunnen upgraden. Want die ziet nog steeds best wel heel erg slap uit. En dat zijn ze ook, omdat ze gewoon echt goed zijn. Ik denk dat dit wel een van de moeilijkste units is om te upgraden. Aan de andere kant, het gaat best wel heel erg snel. Ik bedoel, nu hebben we er weer 13. Nou, dat vind ik ook best wel heel erg netjes. Eigenlijk redelijk netjes. Dan vallen we die 10 aan en dan hebben we er 16. Als het klopt natuurlijk wat ik net zei. Kijk, dit is wel een lastiger gevecht. Nu moeten we wel even ietsje serieuzer. Want ik bedoel, ja, we gaan natuurlijk niet als een idioot gaan we nu niet vechten. Nee, natuurlijk niet. Archers, een beetje... move! Stanfantry, move! Form a shield wall! Form a shield wall, guys. Ja, dat is een beetje het idee. Dan zal ik verwachten dat jullie nu elk moment beginnen met knallen. Want nu moeten jullie wel echt daadwerkelijk knallen. Dat weet jullie. En het is de bedoeling dat we hier genoeg XP voor krijgen. Dat we straks weer iets leuks kunnen kopen voor onze units. Jullie moeten ook iets meer naar voren, want anders schiet het ook niet echt op. Kijk, 24 lui. Dat is gewoon veel te veel, hè. Dat is echt veel te veel. Dit kennen we nog niet sjouwen, ouwe. Dit kennen wij nog niet sjouwen. Als wij dat nog niet kennen sjouwen, dan kennen onze dat ook niet. Kijk, hier zijn er nog 19. Maar het gevaarlijke is nu vooral dat onze Sea Raiders elkaar chargen. Nu kennen we wel winnen. Hier zijn we zelfs nog wel vet voor hebben. We did it! We have won the battle! Without losing anybody! Ja, without losing anybody! Maar dat is netjes. Gaan we die kill nog proberen in te halen? Eigenlijk zou ik dat wel leuk vinden. Er zijn er nog 3. Wat verdorie! 3 is wel heel veel! Had ik niet gedacht om ons leven. Dat wij 3 mensen zouden laten ontsnappen. Misschien is dat trouwens ook een nadeel aan ons leger. Zit ik me te bedenken. We hebben geen paarden in ons leger. Hoef ik ook niet op dit moment hoor. Maar doordat we geen paarden in ons leger hebben, is het wel lastig om mensen die aan het wegrennen zijn ooit in te halen. Dat gaat je nooit lukken. Dat gaat je werkelijk maar echt nooit lukken. Want ja, die lui lopen fucking snel. En ze zijn aan het wegrennen. Dus ja, het is ook niet de meest hoge prioriteit om achter hun aan te gaan meestal. Deze lui nou ook eens even aan kunnen vallen. 10 lui kunnen ook makkelijk van winnen normaal gesproken. Dan doen we wel eerst eventjes charge, infantry, for the wall.
En we laten hun even een paar keer knallen natuurlijk, want dat is misschien wel eens belangrijk. Dat we misschien 2 of 3 van die lui killen. Het zou echt wel heel erg fijn zijn als we er 2 of 3 weten te killen met onze crossbows. Of in ieder geval allemaal een lui weten te verzwakken. Archers! Dan weten ze in ieder geval niet te killen, dus dat is wel een pretty waardeloos. Als je kijkt, dat bedoel ik dus, die Strugian Warriors, die zijn echt heel slap. En ze zijn, ze levelen wel lekker snel, maar dat is logisch. Ik bedoel, ja, het is gewoon best wel logisch dat die lui snel levelen, want ze zijn best wel heel slecht. Er is heel veel XP nodig om weer beter te worden. En dan kunnen we er weer 4 upgraden. Alleen er gaan wel veel van dood. In ieder geval nog 10 hebben we er nodig om te upgraden. Oké. Dat wil ik eigenlijk zo best wel graag gedaan hebben. Dus dat betekent dat we daar ook eventjes voor moeten gaan strijden. Als jij achter die 5 aanrent, dan ren ik hierheen. Ik zie hier 14 en 7 en 5 staan. We lopen allemaal dezelfde kant wat op, dus dat is misschien niet zo heel erg handig. Maar ik pak de 14, want 14 is natuurlijk een mooi getal. Neither am I ready to for discussion. Kijk, dit moeten we ook kunnen winnen. Easy mode. En nu winnen we helemaal easy mode. Move forward! Hold arrow! Fire! Attack! Nee. Move! Loose formation! Infantry! Form a shield wall! Wat we gaan doen, we wachten even totdat hun in ieder geval, nou laten we zeggen, een stuk of 5 of 6 hebben gekillt. En dan pas mogen we weer chargen. Anders dan denk ik niet dat het heel erg efficiënt is. Dan gaan we misschien meer mensen verliezen dan dat mij lief is. Maar het is ook niet echt het meest ideale gevecht natuurlijk voor. Ik weet niet of ik crossbow trouwens echt de beste keuze vind. Want op dit moment vind ik eigenlijk dat ze best wel heel erg langzaam aan het killen zijn. Charge! 9, dan kennen we weer charge. Attack! Kijk, dat is helemaal sneu. Een sharpshooter die gekild is door een Sea Raiders. Dat zou toch eigenlijk echt niet mogelijk moeten zijn, hoor. Dat zou eigenlijk niet mogelijk moeten zijn, maar dat gebeurt omdat ze van die javelins gooien. En dat is echt het gevaar ook. Ze van die javelins gooien en dan worden wij gewoon kaart pakt in de koepel. Heel sneu. Eigenlijk moeten we zo iemand erbij hebben die wat met zijn skills kan trainen. Misschien moet ik daar de volgende aflevering al echt even achteraan gaan. Ik denk dat dat toch wel ergens belangrijk gaat worden. Vooral in dit soort situaties. Ik bedoel, kijk. We gaan ze allemaal toch echt gewoon nodig hebben. Kijk, hier hebben we nu 7 van. En dan kunnen we er nog 8 bij recruteren. Dat is best wel veel. Maar ja, daar heb je ook 800 DNA voor nodig. Dat hebben we op dit moment niet eens. Ja, we hebben wel 800 DNA, daar niet van. Maar we hebben niet zo in één keer dat we kunnen zeggen... Nou, dit geven we uit, dit geven we uit, dit kunnen we uitgeven. Weet je, zo rijk zijn we nog net ook weer niet. Die 19 ook nog even in kunnen halen. Dat zou ook heel erg leuk zijn. Wij lopen echt niet heel erg veel sneller meer. Neither am I, bitch. Oké, nou ja, jullie gaan er toch aan. Hier kunnen we easy mode van winnen. Foot, give him help! Form a shield wall! Archer, hold fire! Nou, geven ze weer even een mooie voorsprong. Zoals we ondertussen gewend zijn. Zeggen we kill them all. Eigenlijk zou ik het leuk vinden als we die 29 lui nog even kunnen upgraden. Want dan vind ik dat we wel echt iets bereikt hebben deze aflevering. En dan kunnen we de volgende aflevering gewoon met een gerust hart op zoek gaan naar iemand die onze troepen veel meer kan healen. Dat is echt super belangrijk. Dat we zo iemand gaan vinden, zo'n wanderer heten ze volgens mij. Of ik weet niet eens hoe ze heten. Weer een Strugian Warrior dood. Nou, dat is wel heel snel. Archers, fire! In ieder geval weer 4 erbij, dus dan kennen we er nou al 24 upgraden. Dan hoeven we er nog maar 4 te doen, dus. Oh, dat zit al wel heel erg ver. En hier zijn nog 18 looters. Nou, geweldig. Kijk, dat soort dingen. Dat komt dan weer gewoon echt super mooi uit. Misschien dat we daar de laatste 4 dan wel kunnen upgraden. Of als zouden er 3 zijn. Ik zie daar weer 16 looters lopen. En ik denk dat we die ook wel kunnen inhalen. In de meeste gevallen kennen we die wel inhalen, ja. Dus dan moeten we dat ook maar even bekoekeloeren. Send in the troops. We will send in the troops, sir. And we will attack the enemy. Make a shield! Boom it! Hold arrows!
En nu maar even wachten. U mag beginnen met de aanval. Als we dan straks allemaal Sturgeon Soldiers hebben, dan hebben we tenminste al wat redelijke troepen. Weet je, die zijn nog steeds niet heel erg sterk hoor, maar dan weet je, dan hebben we tenminste een begin. En je moet altijd beginnen bij het begin, zeggen ze. Dat snap ik echt niet hoor, dat je als Sturgeon Warrior dood gaat nemen. Dat vind ik echt werkelijk wat de meest rare gedachte ooit. Echt werkelijk maar een hele rare gedachte hoor. Die heb ik even mooi in elkaar geracht. Toch weer twee erbij. Dus dan hoeven we er ook maar eentje bij natuurlijk. Want we hebben dus al eentje minder weer. Deze wil ik ook heel snel in elkaar rachen. Ja, het is toch weer 10 Dena. Ik denk alleen maar geld op dit moment. Haha, vette geldwolf. Eigenlijk wel ja. Eigenlijk zijn we echte geldwolven. Maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, we hebben gewoon geld nodig in het leven. Dat is één ding wat gewoon al helemaal zeker is. Nou even tegen een klein leger kunnen vechten ofzo, dan zou dat ook wel weer heel easy mode kunnen zijn. 5 loot is het misschien net wat te weinig trouwens. Kijk, daar is hij met 16, dus dat is perfect. You have a perfect army to attack, sir. Goed getraind. Werkelijk waar, u bent geweldig. Nou, attack. Guys, we need to attack them. And we need to do it very fast, because I think that is a good idea. Holy fuck, zeg, dan hebben we dan denk ik alweer genoeg gedaan, of niet? Make a shield wall! Everyone! Archers! Hold fire! Kill them all! Oh, die luistert dan toch al vet ver weg. Hebben we nou echt maar 20 van die crossbowmen dan? Dan hebben we best wel heel weinig crossbowmen hoor, 20. Maar dat is ook logisch, want we kunnen ook niet zo heel veel troepen trouwens. Dat is misschien ook wel heel erg flauw om te zeggen, maar wij kennen helemaal niet zoveel troepen. 50 maar, 53. Stel er eigenlijk geen ruk op. Doe maar toch maar gewoon van naam. Ik weet niet. Hold fire! Hold your fire, guys. Fire at will, hold your fire. Fire at will, hold your fire. Oké, en daar dacht het spel dus in één keer van. Ik heb er geen sim meer in. Ja, dat kan dit spel af en toe nog doen, omdat het nog steeds een beta is. Dus moeten we weer een stukje overnieuw doen. Gelukkig bestaat er zoiets als auto's heeft. Daar ben ik daar echt wel heel erg dankbaar voor. Anders had ik waarschijnlijk de hele aflevering weer opnieuw moeten opnemen. En dat gaat allemaal best wel heel goed. Dus ik zou dat een beetje sneu vinden voor mezelf. Oké, 19 looters. Daar kunnen we makkelijk van winnen normaal gesproken. Forward! Boom! Boom! Give him hell! Eigenlijk moet dit ook niet, hè. Dit infantry! Archer, move! Hold fire! Zoom onward! Everyone, advance! Ga nu gewoon iedereen laten chargen. Vorige keer gingen er wel een paar dood. Archers, charge! Ik weet niet wat hun nou in één keer gingen doen. Good man, move! Ik wil wel dat jullie hier blijven staan trouwens. For glory! Ik weet niet wat ik nu aan het doen ben. Ik ben helemaal flabbergast. Charge! Form a shield wall! Dat is echt heel raar, maar ik was helemaal flabbergast van wat er hier allemaal aan het gebeuren was. Ik was zo enthousiast en heel erg... Nou ja, ik echt heel goed aan het opletten dat er in één keer iets gebeurde wat ik niet zou aankomen. En dan is dat ook heel handig om te doen, natuurlijk, in de tijd van de oorlog. Nou, dan kunnen we weer 3 mensen upgraden en een van die hardened crossbowmen kunnen we upgraden. Nou, allemaal heel leuk en aardig, kunnen we 23 luid. Hoeven er nog maar 6 te upgraden. Hier zie ik nog 18 looters lopen, dus die wil ik ook nog wel even wel achterna zetten. Daar zag ik ze lopen. En als we die hebben ingehaald, wat gaan we dan doen? Nou, ik denk dat het dan wel weer eens een keertje tijd is om te zeggen, jongens, het is wel weer een keer leuk geweest. Dan gaan we de aflevering afsluiten. Ik denk het, hè. Dat weet ik natuurlijk nooit zeker. Wat ik nog wel even wil gaan doen, dat is misschien wel een goed idee, is even kijken naar een bepaalde persoon die ik nog wil gaan vinden. En waarom wil ik die persoon vinden? Nou, dat is een hele goede vraag. Waar is je omdat ik denk dat... diegene ons goed kan helpen. Attack! Charge! Zullen we gewoon laten chargen. En als af en toe is iemand neerknallen, ja. Ik weet niet hoe snel zijn mensen neerknallen, want... Ja, kijk, als er 2 mensen neerknallen of zo, dan vind ik het niet eens erg. Dan vind ik het ook nog wel chill ook nog. Misschien krijgen we dan ook net wat XP van hun.
Nou, dat zou wel leuk zijn. Ik bedoel, we hebben gewoon XP nodig, dat is gewoon het feit. We hebben gewoon echt XP nodig, en veel ook. Dit is gewoon echt zo makkelijk om te winnen, het is eigenlijk asociaal. Haha, eigenlijk is het asociaal, ja, echt wel. We hebben nou weer 4 mensen overgeven, weer 3 erbij. Nou, dat is best wel netjes. Dat doen we best snel zo. Dat doen we net sneller dan ik had verwacht eigenlijk. Hey, jezus, zeg, moeten we nou weer alles overnieuw doen? Dan gaat het ook nog beter als de vorige keer. Dus soms is een crash helemaal niet erg. Nee, behalve als hij nu straks nog een keer crasht, dan word ik wel een beetje chagrijnig. Maar ja, weet je, het is toch alleen maar loot vechten en zo op dit moment. En er zijn geen major things gebeurd. Dat scheelt ook een hele hoop. 26, nog 3 erbij en dan kunnen we ons optimale supersterke soldier leger maken. Eigenlijk vind ik dat we dat nog wel even kunnen doen. Maakt me niet zoveel uit dat we dan iets langer aan het opnemen zijn dan dat ik daadwerkelijk van plan was. Maar ja, dat is dan eventjes niet anders. Je moet er wat voor over hebben, zeggen ze dan. Heel erg mooi en leuk. Aan de andere kant, ja, we hebben er al best wel veel voor over, want we lopen al de hele tijd achter looters aan. En eigenlijk is daar gewoon geen fuck aan. Meestal ben ik zo iemand die denkt, nou, weet je wat we wel kunnen proberen? We kunnen wel proberen die en die aan te vallen. En dan kom je erachter, oh shit, dat werkt allemaal niet. Ha, dan wordt je kaart in de poepet gepakt. En dat is niet plezant, lijkt me. Ik weet niet, geen ervaring mee. Maar het lijkt me niet echt plezant. Wat gaan we nu doen? Hierheen, hierheen. En dan gaan we weer all and charge. Oh nee, ik moet eerst nog op attack drukken. Ik ben weer veel te enthousiast. Ik denk, nou ja, we gaan meteen chargen, maar dat kan niet. Want we moeten eerst op dit schoenknop drukken. Kill them all! Ik wil de shield wall open. Nou, dit ook allemaal weer geregeld. En georganiseerd. Doordat die units lopen, die lopen best wel heel erg snel trouwens hoor, die sharpshooters en zo. Dus jullie moeten niet alles killen, dat moeten die warriors doen, want die hebben als XP nodig. Die willen de XP krijgen, anders dan werkt dat er helemaal niet. Jullie zijn er in principe alleen maar voor de mensen die aan het wegrennen zijn. Dat klinkt heel erg sneu. Maar de mensen die wegrennen, ja, die moeten we ook zien te pakken natuurlijk. Godsamme, dan komen we er nog net 1 tekort. Maar weer een beetje sneu. Ik vind dat een beetje heel erg sneu voor mezelf. Kennen we nou al bijna weer een klein tier omhoog? Nog lang niet, hè. Nog echt werkelijk waar, nog lang niet. 12, dan moeten we die 12 pakken. Ik ga jullie echt kaart pakken. Zo kaart, jongen, dat je denkt van, nou, zo hard ben ik nog nooit gepakt. Nou, en dat wil je niet, of wel? Daar dacht ik wel, daarom rennen ze natuurlijk ook weg. Ik snap dat ze wegrennen dan. Jongen, 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 jongen. 12 lui, en ze lopen snel. Het is asociaal. Misschien moeten we straks weer wat Britannian ponies kopen, want dan kunnen wij weer wat sneller lopen, hopelijk. Hop jongens, jullie kunnen er wel 12 lui inhalen. Loop een beetje door, zou ik zeggen. Goed zo. Ho, ho. Ik zou net zeggen, dat is niet de bedoeling. It's time for you to fight and surrender, because I want to kill you guys. Woohoo, we are going to kill these guys. Attack! Ik weet niet wat dit nou de meest handige battlefield is voor onze sharpshooters. Want die vinden dit een hele leuke battlefield, omdat ze hier perfect iedereen kunnen neersnipen. Als ze dat doen, dan krijgen we de rest van mijn troepen natuurlijk helemaal geen XP. Dus daarom moeten jullie nu hold the fire doen. Er zit iemand gewoon op aan het paard te schieten. Dat is een fucking ding. Wat een lul. Haha, nu hebben we iedereen die we kunnen opgeven. Dan mogen jullie weer fire at will doen, want dan boeit het me niet zo heel veel wat er nu nog gebeurt. Oké, guys. Did a great job en iedereen is dood. Dus dat betekent dat we nu iedereen kunnen upgraden die we willen upgraden. Tenminste, kan dat? Ja, dat kan zeker weten. Dus één ding wat zeker is dat dat allemaal nu kan. Gaan we hierheen, gaan we even naar Kar. Oh nee, naar Seonon. Welcome to Seonon. Dan gaan we eerst eventjes al onze prisoners verkopen. En dan gaan we naar de trade screen. Ook heel belangrijk natuurlijk, hè, want dan kunnen we hier eventjes deze rots allemaal verkopen. En deze rots helemaal verkopen. Hebben we weer 2000 erbij. En even kijken hoeveel geld we voor al die armor kunnen krijgen. Dat is gewoon voor de interesse die we hebben. Hè? 5000. Nou zie, dan hebben we toch alweer 5000. En ik denk dat ik voor de 15.000 wil sparen. Want als wij 15.000 hebben, dan kunnen we iets heel leuks kopen. En dat is namelijk, hoeveel moeten we hier straks voor betalen dan? 26 van die soldiers. Dat is wel vet hoor.
Alleen moeten we nu ook 340 per dag betalen. Hè? Dat is wel hoeren veel. Kijk, en dan voor deze 11, die gaan we niet doen hoor, want dat kan ik niet betalen. Dat wordt te duur. Dan wordt het heel gauw te duur. Dan kunnen we best wel heel wat sterke units al hebben in ons leger. Tenminste, ja, sterk. Eigenlijk zijn die wel sterk, inderdaad. Dat wil ik eigenlijk ook nog eventjes heel gauw doen. Dat is hier naartoe. En dan gaan we hier naar. En dan gaan we naar de heroes. En dan gaan we naar de wanderer. Ja. En eigenlijk hebben we dan iemand nodig die iets kan doen met healen. En dat zijn meestal... ik zie ze niet eens staan. Ik zie er geen één staan. Dat is wel heel erg jammer. Want ik wil gewoon een healer hebben. Die in ieder geval niet. Maar was er dan iets van healer? Oh nee, of... Vronkt. Ik zou het echt niet weten hoor. Bitter gedraft. Deze meneer die heeft wel een redelijk een bitter draft. Moeten we dan even zoeken. Een bit. Of zal dat nou net alleen die persoon zijn? Een shark. Nou daar hebben we ook niet zo heel veel mee. Shield mee. Daar hebben we ook niet zo heel veel mee. Deze beste mevrouw hebben ook niet zo heel... ja, kijk, je hebt er wel wat aan natuurlijk. Want ja, ze hebben die scouting skill, maar... Je zegt ook een scouting skill. Nou ja, dat zoeken we dan de volgende aflevering wel weer uit. Voor nu, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En ik zeg, laters!